Het is alweer zo'n 5 jaar geleden dat coronavirus COVID-19 de kop opstak. Het begin van een aantal pittige jaren waarin de wereld gebukt ging onder een pandemie. Inmiddels kunnen we er prima mee leven en zijn de meeste ziektegevallen zo erg niet meer. De langdurige coronazorg in ziekenhuizen wordt daarom nu ook afgebouwd en overgedragen aan huisartsen. Ondertussen vindt er bij de GGD weer een boosterprikronde plaats. Toch komen daar nog meer mensen op af dan je misschien zou denken. Ziekenhuizen in de regio Nijmegen schalen de langdurige zorg voor coronapatiënten af. Deze zorg wordt steeds meer overgedragen aan huisartsen die patiënten dichter bij huis kunnen begeleiden. Volgens de GGD is het een logische stap nu de pandemie beheersbaar is geworden. Toch blijven ze de drukte zien bij de huidige prikronde. Ja, we zien eigenlijk nog steeds een hele goede opkomst. Ook vandaag zien we hier in Nijmegen dat eigenlijk alle afspraken slots gewoon vol zijn. Dus eigenlijk naar verwachting loopt het goed. Ondanks de afschaling van coronazorg blijft de coronaprik belangrijk. Zeker voor kwetsbare groepen helpt de vaccinatie om ernstige ziekten te voorkomen en de druk op de zorg verder te verminderen. Arts Van Veen benadrukt dat de prik halen belangrijk is voor deze doelgroep. Wat we eigenlijk zien, die vaccinatie beschermt goed. We weten van vorig jaar kun je het zeggen, want je geeft zo'n vaccinatie als preventie, je voorkomt ziekte. We zien dat mensen die vorige campagne de prik hebben genomen, de kans dat je in het ziekenhuis komt door corona ongeveer 70% afneemt. Dat is best spectaculair, dus je ziet echt dat de bescherming goed is. En zeker als je wat ouder bent of een kwetsbare gezondheid hebt, dan heb je gewoon meer kans om ernstig ziek te worden. Ja, dat voorkom je gewoon. Of het coronavirus helemaal verdwijnt, Van Veen denkt van niet. Ja, voorlopig helaas niet. We zijn vorig jaar officieel van een pandemische situatie, dus uit crisismodus gekomen naar endemisch. En dan zeggen we dat virus is bij ons, dat blijft ook bij ons. Dus we verwachten ook niet dat dit nog weggaat. We zien gelukkig wel dat de variant zoals die nu rondgaat, dat noemen we de Omicron variant, niet zo ziekmakend is als degene die we hier voor hadden, de Delta. Maar je kan er nog steeds ernstig ziek van worden en dat zien we helaas ook nog wel. Van Veen roept daarom op om als je in de doelgroep valt nog gauw een prik te komen halen. Ja, we zitten inmiddels in de laatste week. Tot en met 6 december hebben mensen nog kans om een prik te halen. Dus wie nog wil, moet echt snel zijn. Hè. Ik zou zeggen, ga naar planjeprik.nl of bel ons 0800 7070. Maak nog die afspraak. Eind van de week is het wel echt klaar. Het is wel zo, de Gezondheidsraad heeft geadviseerd om wel ieder jaar zo'n ronde te doen. Dus dat betekent dat we verwachten ook het najaar 25 weer gewoon een vaccinatieronde corona aan te bieden aan de risicogroepen. Dus de mensen die meer kans hebben om ziek te worden.